Goedemorgen, happy new year. Hele rommelige vlogs. De laatste weken van het jaar. En met klap op de vuurpijl werd ik na kerst ziek. Kreeg de griep en dus niets meer gevlogd na kerst. En na kerst zelf ook eigenlijk vrijwel niets gevlogd. Dus ik heb besloten die vlog even lekker te skippen. Dat was echt vrij wel niets aan. We hebben daarin niet geklust. Voelde me alleen maar lamlendig. Was aan het zeuren. Dus ook niet heel gezellig of zo. Dus ik heb besloten om gewoon nu, nieuw jaar, weer lekker fris te beginnen. Ik hoop dat jullie een heel gezellig oud en nieuw hebben gehad. En hele gezellige kerstdagen. Denk echt, yes, let's go. Kerstboom eruit. Huis schoon. Huis af. Dat gaat ook gebeuren. Ik ga deze week mijn kantoor afmaken. Dat hadden jullie eigenlijk in alle andere vlogs gezien hiervoor. Ik ben begonnen aan mijn kantoor. Ik ga jullie daar later over alles vertellen, laten zien. Maar in ieder geval ga ik het met jullie afmaken. Want alle muren moeten nog geschilderd. Dus er is daar nog genoeg te doen. Voor de rest is januari de aller rustigste maand van het hele jaar. En ik heb er zo naar uitgekeken. Het is altijd zo gezellig bij de fanbranding bedrijven, zeg maar, waar ik elke week heen ga. Het is gewoon heel leuk omdat ik daar zo vaak kom. Dan bouw je toch ook gewoon iets op. Dat is gewoon heel gezellig. Dus blij dat dit er weer op staat. En dat ga ik direct thuis editen. Zoals ik al zei, hele rustige maand. Dus ik wil ook alles direct gaan doen. Dan is het uit mijn hoofd. Dan kan ik het laten beoordelen door hun. En dan kan het weer lekker online. Dus dat is heel fijn. Nou, ik begin lekker met editen. Want zoals ik al zei, dan is dat lekker uit mijn hoofd. En zodra dat af is, ga ik het hier thuis een beetje fatsoeneren. Ik zal je meteen even laten zien waarom. Het is echt een bende. Ik heb het helemaal losgelaten de afgelopen dagen. Het zat me wel gescheten. Dus als ik iets pakte uit het kastje, dan zette ik het niet terug. En dan wordt het dus echt een pleurenzooi in huis. Nou, dit is dus een beetje de status op het aanrecht. Tuurlijk zit de afwasmachine ook vol met schone vaat. Ik denk dat ik dit maar eens even ga opruimen. Ik word er onrustig van. Ken je dat? Dat je gewoon niet kan werken zonder dat dit netjes is. Dus let's go. Tadaa, weer helemaal netjes, schoon, kastjes even gepoetst, want een matzwarte keuken is alles behalve handig. Helemaal top, kaarsje aan. Ik ben blij. En vanavond gaan we lekker boodschappen doen, dus dan wordt die schaal ook weer gevuld. Nu echt aan het werk. Moet je trouwens onze boom zien. Het is toch ongelooflijk hoe mooi die er nog bij staat. Er liggen echt serieus nul naalden onder de boom. Hij valt gewoon niet uit. Het is gewoon volgens mij zo'n Noordman. Echt fantastisch. Hij gaat wel een beetje slap hangen, zoals je ziet. Alle takjes wijzen een beetje naar beneden. Zo, nou die is dicht. Ik heb mijn werk af. En dat voelt zo chill. Ik zie er inmiddels wel iets wat gehavend uit. Want ze ontpoppen waar je bij zit. Vreselijk is dat. Echt zoveel last van mijn huid. Maar het is de week van de maand. Zeg ik dat goed? Ja, de week van de maand. En ja, dan hoort dat erbij. Dan mag dat. Werk done. Ik ga me omkleden en ik ga starten in mijn kantoor. En ik ga jullie even laten zien hoe het er nu uitziet op mijn kantoor. Kijk eens even, zover zijn we inmiddels. Plankjes hangen, staan in de lak. Mijn kastjes staan op de plek en mijn bureau is klaar. En mijn bureau is ook al helemaal geschilderd. Dat was een behoorlijke klus. En ook het kozijn is helemaal geschuurd, geschilderd. En ja, ik ben tot nu toe heel erg blij met het resultaat. En nu is het tijd voor de muren. Van de muur wordt dezelfde kleur als die plankjes. En daar wordt de muur ook groen. En het plafond wordt groen. Zat te doen. Can't wait om de ramen te lappen. Dat komt gewoon door het schuren. Echt bizar. Het is zo stoffig. Dit wordt de kleur voor op de muur. Hele mooie groene kleur. En dit is de wallfix. En als die erop zit, dan kan de echte verf erop. Helemaal mooi. En dit is dan zeg maar de muurkleur. De deur heb ik al helemaal in die kleur geschilderd. En dan straks valt de hele deur mooi weg in de muur. Allemaal in de grondverf. Daar komt nog een stukje bij. Maar dat moet je eens even doen. Helemaal in de grondverf. Helemaal chill.
En het kleurtje is echt heel mooi. Jullie zien het niet echt goed op beeld. Maar ook hier grappig hè, om te zien dat het daardoor dus veel groener is dan daaronder. Daaronder trekt het helemaal in de verf. Nou, inmiddels hebben we lekker gegeten al. Serieus, kom. We gaan nog even het plafondje doen samen. Nou, zoals je ziet zijn we daar erg goed mee bezig samen. Ik moedig aan. Nee, ik heb alle randjes gedaan en ik heb die naden gedaan. Dus ik krijg er hoofdpijn. En ik krijg er hoofdpijn van. Dat heb ik al, dus. Dus nee, hè? En dan is straks alles helemaal klaar. Misschien dat we de muren ook nog even in de verf zetten. Je weet het niet. Alles in de grondverf. Even gedoucht en een masker opgedaan. Nu ga ik lekker chillen op de bank. Morgen ga ik alles schilderen. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Nieuwe dag. Gisteravond heb ik geschilderd. Dat hebben jullie gezien. Met Justin. Ik zal vandaag even het resultaat aan jullie laten zien. En nu was het plan vandaag om het af te maken. Dus dat ik de hele dag zou gaan schilderen. Het staat in de grondverf. Maar ik voel me echt weer terrible. Want gisteren had ik al heel veel hoofdpijn. En dat is toen weer doorgezet in een migraineaanval. Maar echt niet normaal. Ik kreeg koorts. Moest overgeven. Nou, het. Maar ik ga wel even erop uit. Ik ga even bij mijn oma langs. En een broodje eten bij oma. Dan ben ik in ieder geval even uit huis. Want dat ben ik echt wel een hele tijd niet geweest. Maar ik ben bijna net zo wit als mijn shirtje. Ik ben bij oma geweest. Ik had even broodjes gehaald. Dus dat was heel gezellig. Nu lig ik lekker op de bank een beetje uit te rusten. En toen dacht ik ineens. Gisteren hadden wij boodschappen gedaan. En toen heb ik dit gehaald. Bevroren fruit. Dus ik dacht ik ga even een smoothietje maken. Ik heb dus geen blender. Ik gebruik altijd dit ding gewoon eigenlijk voor de staafmixer. Ik doe er een beetje mango bij. Dat is hem geworden. Dus aardbeien, mango, yoghurt en een beetje honing. Heerlijk. Morning, nog net. Het is 11:50. Ik heb een hele leuke cursus gehad vanochtend. Foto- en videografie cursus. Zo veel geleerd. Jullie weten natuurlijk dat ik mijn bedrijf Femrunning heb. Ik zie er echt verlept uit, maar ik ga straks klussen. Jullie weten natuurlijk dat ik mijn bedrijf Femrunning heb. En nou, dat gaat onwijs goed. En ik vind gewoon dat ik veel en vaak cursussen moet doen om daarin al beter te worden. Dus ik heb nu net een cursus gehad en ik heb er dus een nieuwe lens op. En die mag ik lenen van de jongen die mij de cursus heeft gegeven. Want ik denk namelijk dat ik deze lens zelf ook ga kopen. En nu kan ik hem mooi even een weekje uitproberen. Dus dat is echt super chill. En ik heb gewoon weer zoveel geleerd. Zowel in het nabewerken als überhaupt het schieten van beelden. Dus helemaal blij, helemaal happy. En dan is het tijd om mijn kantoor in de verf te gaan zetten. Want ik voel me eindelijk weer goed. Mocht even duren. Nou, ik vind mezelf dus onwijs handig ineens. Ik dacht gewoon, fuck it, ik ga het proberen. Hier miste een stukje, zoals je ziet. En dat heb ik net opgemeten, gezaagd en opgekit. Ik dacht, oh, wat zou Justin trots op me zijn als ik het gewoon zelf probeer. En wees eerlijk, het is fucking goed gelukt. Het moet uiteraard nog meegeschilderd. Ja, ik dacht ik kan alles gaan schilderen en wachten totdat Justin het gaat doen vanavond. Maar ik kan het ook gewoon zelf proberen. We hadden genoeg, dus ik dacht ik kan het ook verpesten. Ik ben trots op mezelf. En de kleur zit in de bak. Het is zo grappig dat de kleur op beeld zo verandert. Zeg maar als ik nu naast de camera kijk en in de camera. Maar het is echt onwijs groen. En ik heb helemaal zin om dit op de muur te gaan smeren. En ik ga nog even kijken of ik het met een grote roller ga doen of de kleine. Want dit is een stuk lichter en ja, werkt eigenlijk ook heerlijk. Kijk, nog even een before'tje met de grondverf. Verf zit erop hoor. Beetje moeilijk om te filmen, want het is zoals je ziet nog niet overal droog. Dus het vlekt nog een beetje. Tussen de plankjes is het geschilderd, maar ook daar is het nog vrij nat. En nu beginnen we met het plafond. Ben ik alleen nog een beetje aan het uitstellen, want ik heb er geen zin in. Tada! Alles is helemaal geschilderd. Wordt al beter. Ik heb het raam even lekker open. Ik heb ook deze in het gat gestopt, zodat die dicht is. Ook die heb ik in de kleur van de muur geschilderd van het plafond, dus die valt nagenoeg niet op. Ik ben helemaal happy. We pakken door. Inmiddels is Just thuis en we gaan even, nou ja, even. We gaan mijn raamdecoratie ophangen van raamdecoratie.com. Dat hebben we natuurlijk ook in de kleedkamer. En hier komt precies hetzelfde te hangen. Plissé gordijnen. Een hele mooie witte kleur. En ik vind het ook heel mooi dat het dan vanaf buiten heel strak is. In de kleedkamer ging het heel makkelijk. Ik ben benieuwd of het hier ook weer zo snel gaat. Is hij handig, hè?
Potverdikkie. Helemaal met zijn handschoentjes aan. Want anders dan maakt je ze smerig. Nou, dat was hem dan. De kerstboom, ik heb hem helemaal leeg gehaald. Ik vind het nog meevallen hoeveel naalden eraf zijn gevallen. Good morning. Het is vandaag vrijdag. Alweer. Time flies. Wanneer je het druk hebt. Het kantoortje is gewoon af. Kleine dingetjes na. En daar ga ik vandaag lekker mee aan de slag. Maar ik ga nu eerst naar de Xenos. Om even lekker wat dingetjes te shoppen voor in mijn kantoor. Het moet natuurlijk wel een fijne en gezellige plek worden waar ik gewoon lekker vaak zit. Xenos. En ik ga even langs de Hema. Want ik had van mijn schoonmoeder een nepplantje gekregen. En die vind ik echt zo mooi. Dat ik er misschien nog even een ander soortje bij wil halen. Ik ben weer thuis. Echt super goed geslaagd. Ik zal het jullie even allemaal laten zien voordat ik het binnen boven neem. Ik ben heel erg blij. Nou, om te beginnen natuurlijk een perforator en wat pennen voor in mijn kantoor. Kan je er nooit genoeg van hebben. Helemaal van deze van de Action. Die zijn echt altijd heel erg chill. Dan heb ik deze twee. Zijn dus dezelfde. Heb ik gekocht voor op de overloop. Die wil ik onder elkaar gaan hangen. En uiteindelijk wil ik daar gewoon een mooie foto in van Jus en mij. Deze twee heb ik gekocht voor op mijn kantoor. Naast elkaar wil ik die hebben hangen. Bij de Jisk vandaan. En daar vond ik ook deze leuke onderzetters. Dan dit mandje. Hier nog eentje. Bij de Karwei vandaan. Plantje bij de bij de Hema vandaan. Dan heb ik deze gekocht bij de Karwei voor 50% korting. En die bij de Xenos ook met onwijze korting. Helemaal leuk. Ik ga het allemaal even lekker neerzetten in mijn kantoor. In ieder geval eerst allemaal naar boven brengen. Lekker neergezet. En ik ben heel blij met het resultaat. Oeh, nu zie je de kleur wel heel goed. Hoe leuk is dit allemaal? Ik ben echt heel blij. Ik heb dus het andere potje gebruikt als pennenbakje. En daar staat er dan eentje achter het plantje. Maar dit is toch helemaal het einde. Waarschijnlijk ga ik dit echt nog 600 keer veranderen. En dit is dan de andere kant van mijn bureau. De raamdecoratie hangt. Ik weet niet of ik dat nou uiteindelijk had laten zien dat hij ook echt hing. Maar ook daar zo blij mee. Dus van raamdecoratie.com. Het is ook een samenwerking met raamdecoratie.com. En het zijn dus plissé gordijnen in de kleur helder wit uit mijn hoofd. En nou, het is echt prachtig. Zo fris. Zo mooi. Echt de allerbeste keus. Ik ben gisteren ook deze letters gaan schilderen. Deze letters die heeft mijn vader voor mij gemaakt toen ik geboren ben. Ook voor mijn andere zusjes. En die hingen dus altijd al in mijn kamer. Dus ook nu hou ik ze in mijn kamer. Ik heb ze dezelfde kleur geschilderd als mijn bureau. En dan komen ze straks hier te hangen. En ik had natuurlijk die schilderijen gekocht. Dit zijn ze. En ik had die dus. Er moet natuurlijk nog wat anders in uiteindelijk. Maar voor nu, voor de time being, is dit ook best leuk. Dacht ik dus hier ook zo. En dat is hetzelfde hier. Ik sta even op de overloop. Had ik natuurlijk deze. Ik weet niet of jullie nu... Ja, kijk, perfect. En die had ik dus hier bedacht. Ook leuk. En ook die posters vind ik eigenlijk best leuk voor nu. Voor de time being is het prima. Oké. Jullie houden het voor mij toch goed hoor. Het eindresultaat van alles. Je zegt net de schilderijtjes ook opgehangen. Dus I love it. Zo mooi geworden. Ook op de overloop hangen de schilderijtjes nu. Heel nice. Nu ben ik klaar. Maar ik ga toch nog even de pukkels wegwerken een beetje. Want ik ga even met mijn vriendinnen in de stad wat drinken. Even heel snel. Oeh, dan zien jullie ook al een beetje de achtergrond. De schilderijtjes. Dit is wat ik aan heb. Blouseje had ik vandaag al aan. En ik heb een rode pantalon en mijn dokkies onder. Hey, we zijn een dag verder. Het was onwijs gezellig gisteravond met mijn vriendinnen. Het is nu weekend. Maar wij gaan dit weekend eigenlijk vrijwel niet klussen. We gaan een beetje rustig aandoen. Maar ik wil één ding heel graag gedaan hebben vandaag. En dat is die weg. Ik heb een superleuke samenwerking met Pauwman Licht. En dat komt mooi uit, want dit kantoor kon wel een upgrade gebruiken wat licht betreft.
Deze lamp hangt er al zo lang als ik me kan herinneren. Want dit was natuurlijk eerst op mijn slaapkamer. Dus ik heb iets heel moois uit mogen zoeken. Er komt namelijk een nieuwe lamp hier te hangen. Maar ik heb ook een hele mooie vloerlamp uitgekozen. En ik ga nu samen met jullie unboxen. Want het is een hele grote doos met heel veel mooie spullen erin. Ram, pam, pam. Doos 1. Kijk, dit is dus de lamp die hier komt te hangen. Echt super cool. Dan zit hierin de bol. Ook echt een hele coole bol. Ik ben heel erg benieuwd hoe het licht eruit gaat zien. Of het inderdaad echt een beetje het gezellige licht is. En hierin zit ook een hele mooie lamp. Maar dat is dus een vloerlamp. En nu is het tijd om te wachten op Justin. En dan kan hij me zo meteen gaan helpen met alles in elkaar te zetten en het op te hangen. Nou, Justin is thuis, dus het is tijd om deze lamp te demonteren en de nieuwe op te hangen. We hebben alles klaargezet. Even een bouwlampje en even een krukje, want het licht moet natuurlijk uit. Deze lamp heb ik echt al zo lang als ik me kan herinneren, maar het is het einde van deze lamp. Hij is ook stuk. Heel stoffig. Echt super goor is hij. Door al het... Ik heb hem nog nooit schoongemaakt, nee. Heel voorzichtig, want hij zit ook helemaal van glas. Oeh, wel mooi grote. Ziet er wel mooi uit, ja. Dat is wel mooi. Oh, er zit goud aan die bol. Ja, net als aan het hanggedeelte dus. En dan kan je dat kapje naar beneden zakken als het goed is. Kijk, Justin is natuurlijk wel mijn mental support. Justin laat me altijd heel veel doen, want hij vindt dat ik het ook moet leren. Hey. Nou. Ik heb helemaal niks gedaan. Nee, maar hij is wel af. Is dat erg een stuk gemaakt? Nou ja, dus had je vader hem niet zo goed vastgedraaid. Het is ook handig even goed, hè? Nou, dit is dus ideaal. We kunnen zelf de hoogte, de lengte van het touw, van het snoer bepalen. Hangt hier natuurlijk midden in mijn kamer. Moet wat ingekoord, maar dat kan je ook heel makkelijk doen. Dus dat is ideaal. Zit wel mooi op, hoor. Ja. Kan het alleen nog een beetje uithangen. Nou, dat is best simpel, toch? Ik vind het wel mooi lamp. Wat mooi dat goud. Of ja. Messing of weet ik wat het is. Ik heb het nog nooit gezien dat het ook op zo'n bol zit. Dit is wel echt heel cool. Oké, nu het moment. Oh, wow, dat is mooi warm licht. Wauw, ik vind het echt heel mooi. We moeten hem nog even poetsen, want we hebben natuurlijk allebei een beetje vette handen. En dat zie je nu heel erg op die bol. Lamp nummer 2. Hoppa. Zo. Volgende eraan. Zo. Hoppa. Deze lamp heeft Zigbee en dat betekent dat je hem dus met je Philips Hue app kan koppelen en daarmee aan en uit kan zetten, maar ook minder fel verder. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Zet je hem aan en daarin kan je hem ook dus dimmen. Nou, ik ben helemaal blij ook met deze lamp. Staat prachtig zo in het hoekje. I like it.